kratje zetten. Je kan wel op het kratje zetten. Hier. Joh. Gaan boksen? Je bent uit de ring. Terug de ring in, terug de ring in. Wij vechten alleen maar in de ring zometeen, niet buiten de ring. Wie hebben we hier dan? Een ticket. Een ticket, waar ga je naartoe dan? Vliegen. Waar naarheen? Naar Zuid-Afrika. Oh, Jay, daar ligt alweer. Zo, Jason. Jason, het is een spel. Ja, en hij ligt. En hij ligt. Jason ligt. Hey, lieve kijkertjes, daar zijn we weer. Met de leukste drilling van Nederland. Jalicia. Jaden. Jason. En natuurlijk met ons. Melanie. En Ruben. Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer in een nieuwe vlog hierop. Yes. Ja, Ruben is terug aan het editen, want hij is gisteren naar Walibi geweest voor een nieuwe opening. Nou, waar ik me voornamelijk heb bezig mee houden vandaag is heel veel administratie. Ik moet nog zoveel regelen voor de vakantie. Ik moet nog van alles invullen online. Ja, dat ga ik een beetje zo doen. Kijk eens hier jongens. Bonnetjes, alleen maar van de maand juli. Ja, YouTube lijkt wel leuk, maar soms is het ook gewoon in een echt bedrijf. Ja, dus dat maar weet. Dus administratie en dergelijke moet er ook bij, net zoals editing. Ja, dat zijn zeg maar de werkzaamheden en het leuke dat we dat jullie zien, dat zijn de momenten dat we dat filmen. We vloggen zelf zeg maar. Ja, het wordt er wel allemaal gedaan. Ja. Dus ja, daar ga ik me de eerste tijd even mee bezig houden. De kinderen zijn lekker in school. Dan gaan we dan eens gaan kijken wat we gaan moeten gaan koken. Omdat we volgende week op vakantie gaan, ga ik dus maar alles proberen op te maken wat in de vriezer ligt. Qua brood. Dus ik hoop dat ik nog wat aardappelen heb, anders moet ik die wel nog even gaan halen. Zodat alles ook een beetje opkomt. Want ja, het is zonde dat het hier weken in de koeling ligt en het gewoon ligt te verrotten. Ja, dat is geldverspilling. Dat doen we niet aan natuurlijk. Ik ben hier klaar. Ik heb de hele administratie gedaan. Ik heb de hele planning van de vakantie uitgeprint. En dat was me toch wel een lading, zal ik je zeggen. Bijna 20 dagen. Dus ja, tel je maar uit. Dus ik ga nu naar beneden. Ik ga alvast koken. En dan ga ik even kijken met Ruben wat we met de kinderen dadelijk gaan doen. Even een paar leuke dingetjes doen natuurlijk. Een tijdje terug lieten we zien in een vlog dat we gingen zaaien in een bakkie. Maar ik geloof niet dat het echt gelukt is. Het heeft wel gegroeid, maar het is een beetje een mislukt project. En dat komt eigenlijk wel door twee dingen. Dit is een broeikast. Hieronder is het echt hartstikke warm in de serre. Maar de tweede is gewoon voornamelijk dat we weg zijn. We zijn heel veel weg. Dus ik ben eigenlijk gewoon een beetje vergeten dat die dingen er ook nog stonden. Waren radijsjes, geloof ik. En tuinkers of weet ik veel wat. Maar nou is het niks. Dus ik gooi dat pakje weg. En dat doen we nog wel een keertje in de winter. Dan ruimt tenminste wat meer thuis. Nu met die prachtige dagen trekken we er zoveel mogelijk op uit. Of we genieten gewoon van onze zwembaden. Al had ik nog wel wat leuks voor vandaag. Wat niet met het zwembad te maken heeft, ondanks het mooie weer. Boksballen. Ik dacht, wat dat is grappig. We laten de kinderen boksen tegen elkaar vandaag. Dit zijn opblaasbare boksballen. Laten we even kijken wat dat is. Ik vind het nou grandioos. Kijk er eens, joh. Ik ga ze even opblazen, dan kun je lachen. Lachen. Is het leuk? Boom, 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 boom. Gaan we boksen? Wat zeg je? Gaan we boksen? Ja, ga maar even de boodschappen uit de kast. Ja, ik ga boksen. Namelijk met jou. Lijkt me leuk. Je ziet lachen. Die doet. Het is wel kwant. Of het je leuker is. Ja, zo hoort hij ook. Slimmerik. Ja. Veel te groot voor die kinderen. Dan kunnen we het hele arm erin. Ah, die andere zeg. Dat is je pijnlijke arm. Ja.
kan je krachten zetten. Je kan wat krachten zetten. Hé hey, joh. Hey, joh. Gaan we boksen? Ja zo, ik blaas even je handen op, dan gaan wij boksen. Ik zal eerst even helpen met de boodschappen. Dank u. Ik ben allemaal eenhandig, hè? Eenhandig. Ja, je bent onhandig, ja. Eenhandig. Ja, weer eenhandig? Ja, dat kan ik wel, maar ik ga niet zien. Kom goed, ja. Zo. Hey, Fos, je bent echt Fos. Fos, handje ben jij, hè? Zo, Fos, ja. Oh, nee. Super. Mijn haar is aan het huilen. Oh. De haarklemmetje is kapot. Auw. Round 2. Ik moet aan doen. Kom maar. Nee. Kom op dan. Nee, ik heb het gedacht. Onder de grond al twee keer, hè? Op twee keer onder de grond. Oh, die was raak. Wat was raak? Die was raak. Uppercut! Round 3, fight! Fok! Oh. En wie begonnen? Oh, sorry. Nee, ik moet een beetje voorzichtig zijn. Sorry. Ja, corona. Nee, sorry schat, ga zitten bedoelen. Was het dit armpje? Ja. Krapsoep. Maar dit werkt niet voor de kinderen. We hebben eigenlijk een ring nodig, zoals de echte bokswedstrijd, de echte ring. Waar halen we nou een ring vandaan? Herinnert u zich deze nog? Nog? Ja, die hebben we ook nog. Dit is een springkussen. Maar die kunnen we ook gebruiken als boksring. Goed idee, hè? Dat dacht ik. Oh. Aansluiten en dan pompen maar. Hop, en daar gaat hij. Hij shot zich heel snel. Ik denk niet eens een minuutje dat hij gaat doen. Dat is hij al gevuld. Maar dat is toch een prima boksring, dames en heren. Dan kunnen ze elkaar gewoon tegen de grond en met zonder dat ze pijn krijgen. Hé, hey, daar is hij. Ik vond trouwens ook nog spulletjes voor een mislukte video, wat we uiteindelijk nooit wat mee gedaan hebben. Om opblaasdingen, een aap en een palmboom. Nou, als ik dacht, is het misschien nog leuk om bij het bubbel wat toe te voegen. Die palmboom hebben we gevonden en zo. Zullen we die even opblazen en erbij zetten? Ja. Inmiddels is Jason ook thuis van school. Hoe was het op school? Heel leuk. Is de laatste week voor de vakantie, hè? Mm-hmm. Ga je ze missen, denk je, in de vakantie? Ja. Ja, toch wel? Zullen we jou dan maar thuis laten en niet meenemen op vakantie? Nou, maar... Ja, op vakantie? En dan ga ik muziek luisteren. Muziek luisteren? Ja, in de auto. Welke muziek? Nou. Kinderen, kerstmis. Kerstmis? En kinderen voor kinderen. In de zomer, kerstmis. Gewoon eens even voor de leuk. Kinderen voor kinderen is leuk. Zie jij eens kinderen voor kinderen? Kinderen voor kinderen zie ik jou. Kerstmis. Zie ik ook. Dus last Christmas, I give you my heart. Dat gaan we dan luisteren als we naar Spanje rijden. Ja. Goed idee, hé. Wat leuk. Enig. Wat een top idee. Jij vindt het wel leuk. Heb je het gezien wat buiten hebt neergelegd? Ja, dan ga ik oppompen. Hoezo ga je dat oppompen? Gewoon. Met... Die hebben we dadelijk nodig voor een vlog. Ja. Dat is namelijk onze boksring. Nee. Wordt heel stoer. Kissen. Ja? Wil je boontjes of wil je spinazie? Spinazie! Ik denk je doet het met de mond, je gaat blazen. Maar je doet het met een knopje. Ja. Even één ding, niet met de schoenen of de sandalen op het springkussen open. Ja, dat weet ik.
heb ik het ooit op een verjaardag, maar ik zat hier aardig opstaan. Ja. Maar is dat ook alweer? Oh ja, hier. Genoeg? Ja. Kandidaat 1 is lekker bezig. We wachten nu op kandidaat nummer 2. En dat is Jaden. Die komt zo thuis. Dat was niet de bedoeling. Die had hij nog niet mogen vinden. Wat ben jij aan het doen, jongeman? Aan het vechten. En die had je nog niet mogen vinden? Ja. Nee, die had je niet mogen vinden. Waarom niet? Ja, dan wordt dadelijk de vlog. Wat dat de verrassing? Ja. Ja, maar ja, sorry. Ja. Ja, maakt niet uit. Zometeen is Jaden hier. Pop, pop. Juist. Pop, 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 pop. En je hebt pop, pop, pop. Je bent uit de ring. Terug de ring in, terug de ring in. Wij vechten alleen maar in de ring zometeen, niet buiten de ring. Pop, auw. Pop, 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 pop. Ja. Pop. Tot zo. Oh, en daar is Jadentje al. Ondertussen is mams lekker aan het koken voor ons. Heerlijk snijboontjes. En lekkere de aardappeltjes. En dat was warm, hè? Ja, het staat op het vuur. Figuurlijk gesproken dan. Ik ga de jongen even opvangen. Is goed, jongen. En wie hebben we hier dan? Een ticket. Een ticket? Waar ga je naartoe dan? Vliegen. Waar heen? Naar Zuid-Afrika. Helemaal naar Zuid-Afrika? Ja. Oh, wat leuk. Wat is daar te doen dan? Kijk, mag je kijken? Waar naar kijken? Naar de dieren. Oh, vandaar heb ik dit diplomaatje in mijn hand. Zo hé. Nee, dat weet je, dat is de jungle diploma. De jungle diploma. En welke diertjes leven in de jungle dan? Dat ook is... in Zuid-Afrika. Ja, welke dieren dan? Nijlpaard, tijger. En wat nog meer? Ha, allemaal in de giraf. En, maar nog die meer? Leg ik mooi. Oh, leg ik daar mooi neer. Oké. Okay. Ladies and gentlemen, this is the fight of the millennium. In the right corner is the heavyweight champion, Jaden Goed. Yay! And in the left corner, his brother, he is bigger, he is stronger, it's Jason Goed. Ja, dat had ik al verwacht, ja. 1, 2, 3, 4. Ah! En hij gaat door. En hij ligt alweer. Hij staat gewoon weer op, zonder dat ik hoef te kloppen. En hij ligt alweer. En tijdens het gevecht komt Jalicia binnen. Hoi, schat. Papa, ik wacht al. Ja, wacht even. We zijn midden in het gevecht bezig. Oh, Jaya ligt alweer. Moet ik tellen? Ja. 1. Nou, je bent alweer overeind. Goed zo, kom maar. Ja! En we hebben een winnaar, dames en heren. Jason heeft gewonnen. We hebben een nieuwe uitdaagster. Dat is Jalicia Koets. Zij denkt dat ze haar broertje neer kan slaan. Als vergelding voor het neerslaan van een andere broertje. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Fight! Zo, Jason. Jason, het is een spel. Hè. Ja, en hij ligt. En hij ligt. Jason ligt. Hij staat er weer overuit. Doorgaan, Jaliesje. Doorgaan. Oh, Jason ligt voor de tweede keer. Oh, oh, oh. Stop, 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 stop. En we hebben de winnaar, Jaliesje. Je hebt verloren met een muisje. Dan moet je opstaan. 3, 2, 1. Hij staat weer overuit. Dan pak zijn handschoenen. En we gaan verder. Oh, oh, wie gaat er als eerst liggen? Wie heeft er als eerst verloren? Wie geeft het op? Er is... Oeh, het is een spannende wedstrijd, dames en heren. Jason verliest zijn handschoenen en Jason gaat ernaast. Hij heeft geen handschoenen meer. Stop. Oh, we hebben geen handschoenen meer. Wie heeft er dan gewonnen? Ik geloof dat er niks in de reglementen staat over als je handschoenen verliest. Maar bij deze is Jalicia dus de winnaar. Ga jij het opblazen? Ja hoor. Mooi, dan ga ik je filmen, ga ik hier zitten. Ja, is goed. Ga maar zetten. Voor F-16 schietstoel is dit. Ja, nou, pompen maar.
dan in het zonnetje huis, hè? Zoek de verschillen, dames en heren. Ja. Hij moet even dichtgemaakt worden. Hij moet nog een beetje bijgepompt worden, dat is alweer leeg. Kom maar. Jason, ja? Ik heb je hulp nodig. Ja? Wil je hem oppompen? Hou ik hem vast boven, ja? Dan moet je hier dat, die pistool daarin stoppen en helemaal vol met lucht blazen. Ja? Oké. Ja, en goed vol met lucht blazen. Helemaal goed erop zetten. En helemaal vol maken. En volle, gewoon er het eraan drukken. Volle. Zo! Ja, het moet allemaal het bubbelbad in. Tenminste, dan gaan we bij de bubbelbad ophangen als decoratie. Zullen we het neerzetten? Ook in het water? Ja. Eentje op de pomp. Juist. Zo? Ja. Ja. Zo? Ja, een stuk beter al. Had nog hoger gemogen. Wat heb je nog, Jan? Zo? Ja, dat kan ook. Maar ik dacht eerder dat we een palmbommetje. Juist. Ja? Dodo. Inderdaad. Nou, ik weet wel wat. Even denken. Ja, zoiets was ik ook aan het denken. Ik dacht dat ze gewoon hier. Zo. Ja. Zo. Tik hem aan, ouwe. Nou ben jij nog ergens. Hij is echt sprekend, jou hoor. Ja, zo. Leuk. Vanuit hier neem ik ook direct afscheid van jullie voor vandaag. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van deze video. Deel een like als je het leuk vond. En abonneer even op de abonneerknop. En tot morgen om 4 uur dan zijn we er weer. Doei!